vanavond wat regen, later vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 8 graden. Dan morgen woensdag hakkerdag veel bewolking en wat regen, later vanuit het westen droger. Af en toe wel zon. Dan wordt het 15 tot 17 graden. Donderdag weinig verandering. De druk op de Nederlandse wegen staan nu 15 files. En lief weet waar ze staan. En dit zijn ze vanaf 6 minuten op met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam Amersfoort tussen na de vesting en Bunschoten 18 minuten. De A2 Luik Maastricht. Tussen Grondveld en de aansluiting met de A2 bij afrit Maastricht, daar is de weg omhoog gekomen. Zo. Ja, de linkerrijstrook is dicht. De A12 naar Utrecht tussen het hoogte van Lunetten, daar verkeer richting Apeldoorn volgt Arnhem. A12, A30, A1. En dan de A13-rijstrook Rotterdam tussen Ippenburg en Kampen Kleinpolderplein 14. De N15 Maasvlakte Ridderkerk tussen Brielen en Rome 43 minuten. De A27 Gorkum Almere tussen Utrecht Noord en Hilversum 16 minuten. A27 Utrecht Breda tussen Everdingen en Hollandloos 21. A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 9. Zometeen heeft Hannelore nog wat daarover in het nieuws. Dus wat gebeurt daar? A28 Zwolle Amersfoort tussen Hoevelaak en Amersfoort 9. En de A50 Arnhem-Oster Zeter en Knoop Theewijk 6 minuten. Controles op de A12 Den Haag Utrecht bij Gouda 32.9. De A27 Gorkum Utrecht bij Hagestein 58.4. A28 Amersfoort Zwolle, daar staan ze bij Wezep 74.8. En nog eentje op de A30 Ede Lunteren bij Scherpenzeel 18.3. Het half vijf journaal met Hannelore Zwitserdood. Debatteert met staatssecretaris Wekers over de fraude met toeslagen door Bulgaren. Hij zegt dat hij er niks van wist en krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel. Nick zei het al, de A28 bij Amersfoort is dicht richting Zwolle. Komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens en verschillende auto's. De ANWB waarschuwt voor lange files. Het printpistool uit Amerika mag niet worden afgedrukt op de Hogeschool van Amsterdam. Een docent informatica wil dat pistool printen, maar het bestuur heeft de 3D-printer stopgezet. Het aantal faillissementen in de horeca is sterk gestegen. Het aantal medewerkers in de WW is verdubbeld. Er zijn steeds minder vacatures, meldt het UWV. En mensen worden steeds minder slim. Het gemiddelde IQ van de westerse bevolking zou de afgelopen 130 jaar... Het gemiddelde... Wat los, ik ben te lachen. Dus ik zit echt al de hele tijd te klonen en ik denk, nou ja, inderdaad. Ja, ik zie hem zo zitten grijnzen. Ik denk, ja, dan kijk je ervan. Kijk Niek toch even aan, dan begint het bericht toch opnieuw als je wil. Niek is onze evolutie. Ja, maar goed. Kijk Niek even aan, wat zei je? Mensen worden steeds minder slim. Ja, en mensen kunnen zich ook steeds slechter concentreren. Ja, maar jij zit zo...